De gast in de lunchbreak van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Professor Diederik Gommers. Waarom? Ja, de meest besproken man van Nederland. Opvallend in een social media tijdperk dat bijna iedereen me leuk en aardig vindt. Dus we willen ook een keer graag zelf met hem van gedachten wisselen. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade, VLS, Citybril, Citylens en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Diederik, hartelijk welkom. Jan-Dirk begint er al mee. Dat hele coronadebat is vol met polarisaties. Maar over één ding zijn we het allemaal eens. We houden van Diederik Gommers. Ja, maar dat is echt heel opmerkelijk, hè? Want ja, zelf actief op Instagram sinds een paar weken, gelijk een enorme hit. 200.000, meer dan 200.000 volgers, hè? Ja, ik zit nu geloof ik ergens over de 300.000. Maar goed, daar hebben mensen altijd een mening. Vooral op Twitter is het fel, wie er ook is, Rutte, Hugo de Jonge, dik advocaat na zondag tegen Sparta. Mensen zijn boos en teleurgesteld of vinden iets. Maar over u, over je, mochten we zeggen, is iedereen positief? Hoe zou dat komen? Nou ja, ik weet niet precies hoe het komt, hè, want er komen ook wel negatieve signalen. En zeker nu dat het zo langer duurt. En als ik ergens een mening over heb. Maar ik denk wel dat ik een voordeel heb dat je arts bent. En eigenlijk is het een slecht nieuwsgesprek wat ik doe, hè, met familie of een patiënt. Is heel eerlijk vertellen wat er aan de hand is. En liefst zo gebruikelijke taal die iedereen begrijpt. En dat is natuurlijk ook wat ik op de intensive care af en toe doe. Mandy Jansen zegt, hij is de enige die ik geloof. Ja. Dat vind ik dan wel weer een beetje eng, toch? Ja. Je zei van tevoren, daar zit ook een soort van valkuiltje in voor mij. Ja. Nou ja, ik ben ook maar één van de 17 miljoen Nederlanders. En tuurlijk, ik heb altijd geleefd en ik ben iemand die een mening heeft. En nu moet ik wel oppassen als ik gewoon mijn mening geef, dat als iedereen mij gelooft, dat ik er dan wel net even 10 seconden langer over nadenk. Want ik ben wel iemand die graag stelling neemt. En ik ben eigenlijk wel van de discussie. Dus soms neem ik wel eens een extra stelling om daarmee een discussie op te houden. Omdat ik echt geloof dat je met elkaar tot de goede oplossing komt. Dus ik doe het ook heel graag met anderen. En nou is het gekke dat je dit werk al heel lang doet en altijd in volstrekte anonimiteit. We wisten bij wijze van spreken niet dat, nou niet bij wijze van spreken, we wisten natuurlijk niet dat die vereniging bestond. En nu doe je hetzelfde, maar dan ineens in het zicht van ons allemaal. Ja, nou, maar dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Hè. Ik heb een ongelooflijk mooi vak samen met de collega's en samen met de IC-verpleegkundigen. En dat we zo'n podium hebben gekregen om te mogen uitleggen aan de Nederlander wat we eigenlijk doen op de intensive care. En dat iedereen heel goed na wil denken of die, als je onverhoopt op de intensive care komt, of die dan wel, wat hij dan wel wil en niet wil. En want dat is voor ons het belangrijkste. Hè. We willen geen kasplantjes. Hè, bedoel, dat is onze grootste angst als wij een behandeling starten. Van wanneer moet je stoppen en wanneer doe je het wel. Maar je wil het alleen maar doen in het licht van de patiënt zelf. Dus voor ons is het heel belangrijk als de patiënt niet meer kan praten of communiceren, dat de familie heel goed weet wat diegene zou willen. Dus hè, wil je nog dit of dat doen? Dan kunnen wij zeggen, ja, de kans is klein. Of, nou ja, dat is voor onze dingen. En daar hebben we natuurlijk heel veel podium gekregen om dat goed uit te leggen. Is het leven erg veranderd? Dat moet toch wel? Het leven moet toch compleet anders zijn dan tot half februari, eind februari? Ja, ik heb het nu wat drukker, maar ik heb het gewoon heel erg leuk. Ik bedoel, afgelopen week had ik gewoon zaaldienst en nachtdiensten. Ja, en afgelopen zaterdag had ik 24 uur dienst, maar dan heb ik gewoon overdag heerlijk patiëntenzorg kunnen doen. Mm-hmm. Ja, daar kan ik echt van genieten. Lieneke Huisman vraagt, heeft u nog wel een privéleven? Ja, absoluut, absoluut. Nee, ik zeg daar, door wat iedereen last van heeft, je moet nu veel meer thuis blijven. Dus voor mijn gevoel ben ik nog nooit zoveel thuis geweest. Het is alleen wel appen van hoe laat ik thuis ben. En ik heb nog een webinar om 7:30. Kunnen we om 7:00 eten? Dan 20 minuten de tijd. Dus of de taxi staat voor om naar een televisieprogramma. Dus mijn agenda zit vol. Maar ik heb een geweldige vrouw en die houdt daar rekening mee. En de familie is ook voor mij heel belangrijk. Want dat zijn wel degenen die nog kritiek leveren. Snap je wat ik net zei? Het is heel gevaarlijk wat als ik dingen ga zeggen of ga roepen. En je hebt wel mensen nodig die nog een weerwoord hebben. En dat zijn wel mijn kinderen en mijn vrouw. Hebben ze kritiek of niet? Ja.
waarop mogen we weten? Bijvoorbeeld hè, over dat Instagram. Pap, ja. Dat ga je in hemelsnaam doen. Ja. Maar ik begrijp er ook helemaal niks van. maar ook wel dingen die ik gezegd heb. Okay. Of dat ik iets zeg van luister eens. Ik denk dat er dit en daar nog gaat. Nou, een van mijn zonen volgt veel het nieuws. En die zegt van ja, maar dat klopt toch niet helemaal wat je zegt. Of heb je daar wel gelet? Ook als zij dingen zien of beoordelen of een feedback geven als ik een optreden heb gehad, wat ze dan goed vinden, maar ook zeker wat ik niet goed gedaan heb. Mm-hmm. Dat is voor mij waardevol. Zit je kinderen nog op school? Nee, de studeren. Dus de oudste is nu samen gaan wonen, is net klaar met haar studie. En de jongens, eentje studeert hier in Rotterdam en de andere in Breda. Er is een vraag van Alex Stok en die zegt, er is veel onrust in het onderwijs. Dat kan ik in een andere context beamen. En de vraag is, komt daar niet veel meer vandaan qua besmettingen dan dat eigenlijk naar buiten komt? Ja, kijk, dat vind ik belangrijk. Je wil graag goede uitleg geven en transparant zijn. En dat lukt ons in die RIVM niet zo goed eigenlijk. He, want in het begin hebben we bepaalde dingen gezegd en die zijn in de loop der tijd veranderd. Maar wij... In de medische wereld is dat eigenlijk voortschrijdend inzicht. Iedere week worden wij een beetje slimmer van dit virus. Wij leren het virus beter kennen. In het begin hebben we gezegd, jonge mensen is eigenlijk geen probleem, want ze werden niet ziek. En we zagen nooit eigenlijk kinderen met een virusinfectie opgenomen worden in Sofia. Nou, toen dachten we, oké, kinderen is gewoon geen probleem. Nou, we hebben nu geleerd dat virus, hecht zich vast aan een eiwit, dat noem je de ACE2-receptor, die komt bij jeugd minder voor. Dus nou, dan is er een medische reden, maar nu hebben we toch wel gezien dat jeugd toch echt wel dat virus bij zich kan dragen, best wel grote hoeveelheden. En zij kunnen dus eigenlijk hele flinke verspreiders zijn, zonder dat ze echt er ernstig ziek van worden. En dat heeft hij, ik ben even zijn naam kwijt, Alex toch? Alex wel gelijk in, dat de jeugd doet wel mee aan de verspreiding, maar wordt er zelf niet ziek van. Dus jeugd onderling is misschien niet erg, maar een leraar of hun ouders waar ze daarmee contact hebben, die moeten wel een beetje oppassen. Jij hebt wel een zoon op de middelbare school, sta jij daar als ouder in? Mijn dochter heeft corona gehad, die is ook echt behoorlijk ziek geweest. Ze is vooral ongelooflijk moe is ze. Ja. Dus die is nu een week of twee ervan af, maar die is echt ongelooflijk moe en kan... eigenlijk overdag nog niet heel veel doen. Die heeft er echt wel last van, moet ik zeggen. Durf jij te vragen van het roken? Oh, dat. Nou, ja, dat is een heel ander verhaal. Ik wil meneer Gommers zeggen, maar mogen Diederik zeggen nogmaals. We hebben pas René van der Gijp lang mogen interviewen van Friends in Business. En die kwam met een verhaal dat mensen die roken minder kans maken op corona. Is dat een complete fabel of niet? Nou, roken is sowieso slecht. Ja. Dus laten we zeggen, je moet echt niet roken. Want je krijgt echt longkanker. Ja. Maar er zitten... Kijk, er zit een positief iets van roken is, daar zit NO, nitric oxide. En dat dilateert je vaten en dat doet iets met ontsteking. Dat is een bijeffect van het roken, maar het zit ook in uitlaatgassen en dat zit in de lucht. En NO zou mogelijk een rol kunnen spelen bij het verminderen van een ontstekingsreactie. Of dat specifiek ook voor het corona is, dat wordt onderzocht nu. Maar sommige mensen zeggen dat daar al publicaties van zijn dat nitric oxide en NO een positief effect hebben. Maar ik heb het nog niet goed gelezen. Ook niet handig om naar buiten te brengen als zo is, toch? Of wel? Ja, maar er zijn heel veel stofjes en heel veel dingen die mogelijk een positieve rol. Ja. Maar dan moet je het wel goed uitzoeken. Dus snap je, eigenlijk wat je dan zou doen, is dan moet je de Nederlandse bevolking krijgen. Wie is er ernstig ziek geworden en waren dat rokers of waren dat geen rokers, snap je? Mm-hmm. Dat moet je goed onderzoeken. Ik heb die publicatie niet gelezen, maar er wordt ongelooflijk veel gepubliceerd. Dus het kan ook aan mij liggen. Mm-hmm. Nou, er is volop gereageerd op allerlei social media met vragen voor Diederik. Terrence Molders bijvoorbeeld, die vraagt in hoeverre wijkt het DNA van COVID-19 nou af van een normale griep en in hoeverre kan dus in een test worden vastgesteld of je nou een griepje hebt of COVID. Ja, dat is die PCR-test. Hè? Bedoel, en daar zijn heel veel mensen die worden daar boos om, want die test is niet goed. Maar die test is eigenlijk de Rolls Royce onder de auto's. De mooiere test, betere test heb je niet met de PCR. En wat die PCR doet, die kan een heel klein stukje van het RNA aantonen. Dat is waar het virus zo uit opgebouwd is. Een stukje aminozuurprofiel. En daar is hij zo goed in, dat is heel specifiek. Maar dat is maar een onderdeel
van het virus en dat is niet het hele virus. En daar is er dan de discussie over. Weet je nou dan, als je met die test positief bent, is dat dan een levend virus of is dat al een virus dat je het eigenlijk achter de rug hebt? Nou, dat kan niet, maar hij is eigenlijk zo goed dat hij specifiek alleen het coronavirus of het COVID-19 virus aantoont. Dus voor griep, dat kan hij heel goed onderscheiden. Wat wel belangrijk is, is daarom wil je graag, zoals wij dat ook doen in de medische wereld, als mensen klachten hebben, dan gaan wij op zoek naar wat heb je, wat is je diagnose, en dan doe je een test. Dus die test is ook belangrijk dat je het eigenlijk doet bij klachten. Dus als jij ineens klachten hebt die je normaal niet hebt en je doet dan de PCR-test, op dat moment heb je ook het meeste virus bij je. Dus dan doet die test het ook goed. Alleen we hebben die test natuurlijk ook wel nu ingezet voor mensen die helemaal geen klachten hebben. En daar hebben we een beetje last van. Dat virus is soms, sommige mensen worden er heel ziek van en krijgen er ernstige klachten van. En sommigen die zijn een beetje verkouden of ja, bijna niks. Of de dus als Boris Johnson zegt, de premier van Groot-Brittannië notabene, in 93% van de gevallen is die test onnauwkeurig, dan klopt dat niet. Nee. En in elke medische test heb je altijd dat je positief getest wordt, maar dat het eigenlijk niet klopt. En dat noem je de vals positieve. Maar je hebt ook de vals negatieve, dat je negatief getest wordt, maar je hebt eigenlijk het virus wel. En dat hoort bij elke test. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van de positiviteit. En je bent met elkaar een virus aan het bestrijden. Hè. Je bedoel, het is niet zozeer dat je een test doet en als je die test positief is en dan krijg je een chemokuur. Hè, dan zouden we jouw lichaam en dan zou dat is niet wat we doen. Nee, we doen die test. En dan zou je wel of niet in quarantaine moeten. Dus in een heel klein percentage van de mensen zeggen we, je moet in quarantaine, maar eigenlijk heb je geen corona. Ja jongens, dat is eigenlijk onschuldig, want we doen het in het groot belang van alle Nederlanders. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is. Maar ik begrijp wel de ophef, want op een gegeven moment werd gezegd, ja als die PCR-test en je houdt je er niet aan, krijg je een hele hoge boete of een strafblad. Ja, dan denk ik, ja, als je nou een strafblad kijkt waar er af en toe ook wel iets negatief is, dan heb je een last. Even een andere vraag. Je handelt vanuit je vak. Ja. En je hebt ooit vanuit passie en overtuiging voor het vak gekozen. Ja. Je hebt nu ook met politici te maken. Ja. Dat is geen vraag van kijkers, maar iets wat mij wel fascineert. Ook Robert Willems heeft er vorige week dingen over gezegd. Is dat altijd leuk? Of hebben die ook gewoon hele andere agenda's? Nou, ik vind het ontzettend leuk om die mensen te kijken hoe zij moeten werken. En ik hou er wel van om te kijken naar mensen hoe zij dingen doen en of ik het dan over kan nemen. Snap je? Ik bedoel, ik doe ook niet alles perfect. Nee. Maar bijvoorbeeld, ik mocht in het torentje komen bij Rutte en ik zat daar achter zo'n tafel en toen kwam hij binnenlopen. En toen zei hij, hey Diederik, leuk dat je er bent. Goed dat we gaan koffie drinken. We hebben de lunch, we gaan lunchen samen. En er zaten meer mensen. Maar die man die kon zo positief doen. We hebben daar een ongelooflijk leuk gesprek gehad. En hij wist heel veel details terug te halen. Hoe wij in maart en april samen opgetrokken zijn om met iedereen om dat virus te bestrijden. Dan ga je daar weg. En ik had helemaal energie en ik was helemaal vol. En toen dacht ik, wat knap van die man die het zo druk heeft. Ja. Bedoel, wie is Diederik Gommers? Ja, dan zal iedereen zeggen, ja, maar dat is die man. Nee, het is gewoon helemaal niemand, Diederik Gommers. Maar dat hij de tijd daarvoor neemt en dat hij zo positief op en dat jij daar een goed gevoel van krijgt. Ik heb daarvan geleerd. Dat is knap, ja. Dat is heel knap. Zeker ja, ik vind dat knap. En dan denk ik, als die man dat kan, die heeft het echt druk. Ik bedoel, dan ben ik niks bij. Dan kan ik dat ook. Dus ik probeer nu thuis s'avonds, mevrouw Gommers, helemaal blij. maar ook gewoon als je kantoor open staat en dat mensen bij mij binnenkomen. Snap je? Iedereen. Leuk. Ja. Nou, dan denk ik, dat vind ik mooi. Dus ik zie toch weer positieve dingen mooi. In politici. Een heel andere kwestie die me enorm intrigeert. Ik zit met Carolien, mijn vrouw, zondag te praten over het aantal ziekenhuisopnamen. En dat al een probleem wordt. Nou, gisteren begrepen we 1652 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 364 op de IC. Wij googelen, hoeveel ziekenhuizen zijn er eigenlijk in Nederland? 120 locaties. Dat zijn er 13 per ziekenhuis. Kan je voorstellen dat wij dan tegen elkaar zeggen, ik kan het helemaal voorstellen. Hè? Want er is ook zo, er staat als je het ministerie opzoekt, hoeveel ziekenhuisbedden hebben we? En daar staat er geloof ik 39.000. En daar liggen nu 1600 patiënten. Dat
Dat is toch geen issue? Nee. Nee, maar er zijn de ziekenhuisbedden waar patiënten, volwassen patiënten op kunnen liggen, dat zijn er maar 12.000. Nog genoeg zou je zeggen. Maar een ziekenhuisbed is natuurlijk pas functioneel als je een verpleegkundige hebt. En als je in het Erasmus ziet, voor de corona, wij moeten altijd passen en meten. Als er iemand geopereerd moeten we kijken of we een bed hebben. Mm-hmm. En er liggen al patiënten op die bedden. En nu komt er extra corona bij. En dus dat duwt de gewone zorg weg. En dat is nu het evenwicht. Dus die corona komt er nu bij. En dan moet dit omlaag gaan. Dus je gaat nu operaties of behandelingen uitstellen die ook veilig uitgesteld kunnen worden. Maar je drukt, die ziekenhuizen zijn wel zo efficiënt ingericht, omdat het ook, we moesten scherp aan de wind varen om de kosten in bedwang te houden. Dus er zijn geen overdreven overschot aan bedden. En dat komt ook omdat we tekort hebben aan verpleegkundigen. Dus, ja, dus als er nu corona komt, ja, dat betekent dat je die gewone zorg eruit duwt. En tellen we daar ook niet een beetje dubbel in? Dat is ook iets waar ik zelf niet uitkom, dat het een heel hardnekkig verhaal is. Dat, ja, je kan wel zeggen als je dit mankeert, dat mankeert, zus mankeert, zo mankeert en 85 jaar bent en je krijgt ook corona, dat je dan coronapatiënt bent. Ja. Maar dan de corona, zit je toch te reguleren? Wij boeken ze in op het moment dat ze ook respiratoire klachten hebben, dus ademhalingsklachten. Hè? Ik bedoel, als jij in het ziekenhuis komt met buikpijn, tuurlijk kan dat van de corona komen, want dat zit soms ook in je darmen. Maar gaan we eerst opzoeken of er niet iets anders aan de hand wat verklaart waarom je die buikpijn hebt. Maar kom je in het ziekenhuis met zuurstoftekort, hè? En je bent benauwd. Ja, dan staat hoog in de DD nu, hè, dus in de differentiaaldiagnose, wat heeft iemand, staat corona. Maar er staat maar ook wat griep je steeds en er terug staat ook ziet, andere virussen. Als ik me meld bij jullie met terminale darmkanker en ik krijg ook nog corona, dan ben ik een coronapatiënt en dat staat dan mijn behandeling, de reguliere zorg van die darmkanker in de weg. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ik snap wat je bedoelt, maar ik weet niet precies hoe wij dan met die getallen omgaan. Voor mij als dokter ben jij als jij van je corona geen klachten hebt, maar je hebt wel klachten van je darmkanker, omdat je ontlasting niet meer gaat, dan ben jij van mij een darmpatiënt. Hoe je uitgeboekt wordt in, dat weet ik niet. Snap je? Daar ben ik niet bij betrokken. Als wij nou, vraagt Fabrice van E, als wij nou op weg zijn naar echt een tekort aan ziekenhuisbedden en IC-bedden, hebben we dan niet te snel die noodvoorziening in Ahoy afgeschaft? Of anders gezegd, moeten we die niet nu razendsnel weer opbouwen? Nou, dat hangt een beetje vanaf hoe hard het. Het voordeel nu bij de tweede golf is dat het langzamer stijgt. Dus het stijgt nu wel, helaas. Maar het gaat wel langzamer dan in de eerste golf. Dus we hebben nog de tijd om dat te beslissen met elkaar. Maar ja, ik ben een positief ingesteld iemand. Ik denk dat we nu echt wel dat signaal hebben afgegeven dat iedereen zich aan de maatregelen laat houden. En ik heb echt wel hoop dat we volgende week een beetje gaan afvlakken. Maar of dat zo is, ja, dat hangt van iedereen af. Of ja, maar zich aan de maar het is al gezegd door Diederik Gommers. Dus we kunnen ons als Nederlanders weer ergens aan vasthouden. Dat is het mooie van deze tijd. Maar dan gaan wij natuurlijk gelijk denken, oh, zou je dan weer naar het stadion mogen? En, ja, die vraag kreeg ik nog. Ze weten dat vind ik ook mooi, dat zei ik ook nog tegen hem van tevoren. We hebben met die actie met Peter Houtman en Ben Wijnsekers, Diederik Gommers een aanvoerdersband gegeven als aanvoerder van de samenleving. Al als feit heeft dat gedaan, toen zei je volgens mij in de reportage, vind ik mooier dan een lintje. Ja. Hoe komt dat? Ja, Feyenoord is echt mijn ding. En daar kan ik echt chagrijnig van zijn. Hè. Afgelopen zondag, Dick, doe het eens een beetje beter. Want dat was niet om aan te zien. Daar heb ik echt de pest erin, s'avonds. Ja. En dus, ja, ik heb niks met lintjes. Dus geef mij nou maar. Ik ben echt trots op mijn aanvoerdersband. Die ligt naast mijn bed. Ja. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dat is wel bijzonder, hè? Dat is mooi. Ja. 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 Gekoppeld aan die vraag van net. Jeannette Solleveld-Schultz woont in Zwitserland. Daar is meneer Maurer minister. En die zegt, corona leidt eigenlijk op zichzelf staand nauwelijks tot ziekenhuisopnames. Want er zit altijd een onderliggende ziekte in. Zou je daar toch nog een keer wat van kunnen zeggen? Dat verhaal is zo hardnekkig. Ja, nee, maar bedoel, kijk,
Wij dachten allemaal dat mensen die al een ziekte hebben, dat zijn de hoog risico. Hè? Dat zijn de mensen die moeten echt oppassen. Maar wat we vooral in de eerste golf gezien hebben, dat het vooral eigenlijk de mensen waren die dachten of denken dat ze gezond zijn. Die kwamen. Die waren net iets te dik, hadden al of niet een klein beetje suikerziekte of een klein beetje hoge bloeddruk. Dat waren eigenlijk de risicofactoren dat je corona krijgt. Het waren niet de mensen die al een keer kanker hebben gehad of een hartinfarct gehad hebben. Dus nou, dan kan je twee dingen. Nu in de tweede golf hebben we eerst de afgelopen maand vooral gezien dat het jonge mensen waren die besmet raakten. Al of een positieve PCR-test. Maar dan zagen we niet gelijk dat die mensen naar het ziekenhuis kwamen. Nou, dat klopt dus. Hè. Jonge mensen, tuurlijk heb je een aantal mensen die echt goed ziek worden. Er komen ook een aantal jonge mensen ook echt op de IC te liggen. Dat zien we nu weer. Maar het is echt een uitzondering. Als je nu kijkt van ja, maar voor ik vind het echt opvallend dat wij op de intensive care van het Erasmus zijn wij vooral een transplantatiecentrum. We doen veel longtransplantaties, harten en de grote operaties. We hebben dus academische patiënten die vaak ieder jaar terugkomen. Maar die zien we nu niet met corona. Dus dat is best gek. Snap je? Dus het corona slaat niet gelijk aan in die patiënten waar je het eigenlijk van verwacht. Het kan zijn dat het hun gedrag heel goed is. Dat ze zich zeggen, nou, ik ga niet naar buiten. Maar het kan ook zijn dat die mensen die denken dat ze geen gevaar lopen, dat die niet zo scherp maken, nemen met de regels. Dus dat is eigenlijk nu het kantelpunt. Dat je ouderen ziet, hè, dat we vooral ouderen boven de 75, dat die mensen eerder komen te overlijden. Ja, dat hebben we ook gezien. Maar we hebben ook gezien in de eerste golf dat als je boven de 80 bent, dan werd er toch echt geadviseerd om niet meer naar de intensive care te komen. Dus, en wat je nu ziet, is dat er komen nu gewoon meer patiënten naar het ziekenhuis. Nou, en we hebben hele mooie stappen gemaakt, medisch gezien. De overleving is verbeterd. En dus wil je gewoon niet dat mensen, als ze komen en ze staan voor je ziekenhuis, dat je ze niet die behandeling kan geven. Want die behandelingen zijn wel beter geworden. En dat is onze uitdaging. En nou, ze vraagt, klopt nou het verhaal van minister Maurer dat corona op zichzelf staand nauwelijks tot ziekenhuisopnames leidt? Nee, dat klopt niet. Okay. Want je krijgt er een trombose van. En zo, dat lijkt op longembolieën. En dan krijg je het acuut benauwd. En die mensen die zitten rustig te zitten, die ademen snel, die voelen zich eigenlijk wel goed. Je denkt dat je niet ziek bent, want een beetje benauwdheid geeft een goed gevoel. Maar als je een inspanning moet doen, wat je net ook vertelt over je dochter, dan komen ze zuurstoftekort. Nou, op een gegeven moment gaan ze dan naar de huisarts, want ja, ze kunnen niks meer, ze kunnen de trap niet op. En dan doe je een metertje om de vinger en dan meet je hoeveel zuurstof aan je rode bloedcellen zit. En dat is dan heel laag. Dus die mensen hebben gewoon extra zuurstof nodig. Ja, dat heeft niks met een andere ziekte te maken. Wij geven ze zuurstof, wij geven ze medicijnen en we zien nu dat ze sneller weer naar huis gaan. En we geven dus bloedverdunners. Ja, dat is echt een middel wat we geven nu bij de corona. Niet bij iedereen, maar bij een aantal mensen wel. Of we geven steroïden. Ja, dat slaat echt aan. Dat heeft niks met een andere ziekte te maken. Dan zeg je dat je hoop hebt dat het aantal besmettingen een beetje gaat afvlakken. Mogen wij dan weer hoop hebben dat we op korte termijn weer meer mogen? Ja. Nou ja, kijk, wat ik heel belangrijk vind, kijk, er zijn twee stromingen. Er zijn mensen, ja, maar Diederik, het zou zomaar eens kunnen dat we de hele winter last hebben van het virus. Ja, dat kan. Ik kan ook niet in die glazen bol kijken. Maar ik denk, als we nou met elkaar moeite doen en we zien gewoon of die curve gaat afvlakken, dan mogen we onszelf een schouderklopje geven dat het ons gelukt is. Nou, dat is ook in de eerste golf ons gelukt. Het duurde even, maar toen we met elkaar die maatregelen gingen uitvoeren, zagen we het ook echt dalen. Ja, dan denk maar loslaten lijkt weer tot stijgen. Ja, dus de vraag is dan, blijven we niet heel de tijd in zo'n curve zitten? Maar dat is natuurlijk wel, je moet met elkaar leren te leven met het virus. We kunnen wachten op dat vaccin. Maar je kan ook gewoon zeggen, ja jongens, ik weet nu hoe ik daarmee om moet gaan. En je moet je leven een beetje invulling geven. Dat betekent niet, want dat is gevaar. We kunnen ook met z'n allen in een hele zware lockdown gaan, 3 weken. Dan zijn we er vanaf.
Maar er is een literatuur geschreven dat als je dan uit die lockdown gaat en je gaat een week keihard feest vieren met z'n allen, omdat je zo blij bent dat je weer naar buiten mag en we gaan allemaal weer met 65 of 55.000 mensen in de Kuip zitten of weet ik veel wat, in de kroeg zitten, ja, dan heb je het gelijk weer terug. Dus het versoepelen, ja, betekent maar een paar leuke dingen doen is wel leuk, snap je? We kunnen, we moeten ook wel invulling geven met elkaar. Dan zijn we ook gelijk bij de horeca natuurlijk. Vorige week zat op jouw plaats Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Laten we daar nog even naar gaan kijken. En aan het eind van het filmpje kan je daarvoor eens op voorbereiden, doet hij je een aanzoek. Dus dinsdag Diederik Kommers op deze blok. Kunnen we een aantal... Ja, prachtige man. Waarom? Echt prachtige man. Omdat hij... Kijk, hij benadert het vanuit zijn invalshoek. Dat is zijn goed recht. Ja. Hij heeft te maken met mensen op de IC die... werkdruk voelen, et cetera. Maar hij is wel heel realistisch. Ik heb met hem een keer na een uitzending van Jinek zitten praten, waarin hij ook gewoon heel eerlijk zei: zodra het kan, moeten jullie weer gaan. Want die economie is nodig om ons ziekenhuis dadelijk weer op sterkte te brengen. Hè? Wij betalen dat als ondernemers weer. En de ondernemers betalen nu de crisis, maar die betalen dadelijk ook de opbouw. En Diederik Kommers heeft dat prima in de gaten. En dat hij iets minder soepel wil dan ik nu, dus daar denken we anders over, maar ik vind het echt een prachtige keer. Heb je nog een vraag waarvan je zegt, die moet je zeker stellen als die er zit? Weet je wat op Twitter gebeurde? Vorig jaar zou die komen. En toen zei iemand, kun je vragen Jan Dirk of in mei met 200.000 mensen aan de kosting om kunnen om het kampioenschap van Feyenoord te vieren? Dat vond ik wel een mooie. Je mag aan hem vragen of hij als hij tijd heeft, zou ik heel graag een keer een broodje met hem eten. Ja. Ja, zou je dat willen? Ja, tuurlijk. Graag. Ja, geen bijbedoeling, hè? Nee, zeker niet. Dat blijft allemaal keurig netjes. Ja. Nou, dan gaan we dat contact tussen jullie beiden leggen. Andrea Merzdorf die vraagt, waarom is er zo in Nederland zo weinig aandacht voor de aerosolen? Ja, ik bedoel, ook dat. Hè. Bedoel, in het begin was de RIVM of het OMT van de RIVM heel duidelijk dat het waterdruppels zijn die wij hoesten en dingen. En daarom doe je ook je hand voor je mond. Nou, dat mag niet meer. Dat vooral de methode was om het overdracht van het virus te hebben. Nou, toen is er ook gezegd, ja, maar aerosolen. Kijk, in het begin, als het echt alleen maar aerosolen zou geweest zijn, dan waait dat door de lucht, dan wordt iedereen geïnfecteerd. He, dan had je veel meer mensen in het begin die besmet raakten. Want ja, aerosolen, we komen allemaal wel eens binnen. Misschien is de RIVM in het begin wel een beetje te strikt geweest. Om een beetje tegengas te geven van ja, maar het zijn vooral die waterdruppels. Om het duidelijker te maken. Maar het is misschien wel een combi. Dus het is een beetje aerosolen en het is misschien wat meer waterdruppels. En nu krijg je de discussie dat de mensen die zeggen, ja, maar er is te weinig aandacht voor de aerosolen. Dus die gaan een beetje meer aandacht vragen. En volgens mij is het beide, maar zijn het vooral wel de grote druppels die je uithoest of bij lachen of bij zingen die je binnenkrijgt. Want daar zitten gewoon meer viruspartikels in. Hè? Aerosolen zijn minuscule dikke. Daar zitten gewoon minder viruspartikeltjes in. En daar moet je er dan heel veel van krijgen. Ja, dan moet je dan aan de carnaval denken die we gehad hebben in februari. Ja, dat zou heel goed gekund hebben. Ja. Dan zijn we ook bij de mondkapjes. Ja, ik zag ook zoiets. Hè? Ja, ik zag een aflevering van Kassa, waarin ze een onderzoek deden, heb je dat ook gezien? Nee. Met de TU Delft. En de conclusie was eigenlijk, ja, werkt niet. Ja, nou, en daarom is ook de RIVM heel... Kijk, viruspartikel, het echte viruspartikel is ongelooflijk klein. Hè? Dus als je dat met een materiaal wilt tegenhouden, moet je zo fijnmazig materiaal hebben, waar je, anders gaat dat er doorheen. Het is veel kleiner dan een bacterie. We hebben bacteriefilters, maar die zijn eigenlijk vele malen groter. En dus eigenlijk wat er in de laboratoria, zoals in Delft ook gebruiken ze FFP3-maskers. Nou, als je die opzet, ja, dan kost het je echt heel veel moeite om te ademen, omdat je ook je gewone lucht er bijna niet doorheen krijgt. Zo fijnmazig is dat. Wat we nu gezegd hebben, ja, maar jongens, zouden die maskers helemaal niet helpen? Nee, als je het onderzoekt op zo'n technisch aspect, heeft Delft gelijk. En daarom heeft de RIVM ook gezegd, jongens, we kunnen veel beter 1,5 meter handen wassen. Dus die hebben dat heel lang volgehouden. Nu zeggen ze ja, maar
er komt zoveel virus, zoveel mensen hebben nu de kans dat ze virus bij zich dragen, al of niet weten ze het. Nu zou het misschien toch helpen, als je moet hoesten, dat je als je zo'n kapje hebt, al, er gaat wel virus doorheen, maar die hele grote druppels met het meeste virus blijft misschien in dat kapje hangen. En daar zit ook zoiets, als je zo'n kapje hebt, misschien verandert je gedrag. Want je bent er meer mee bezig, omdat je denkt, oh ja, ik moet dat kapje om. Ja. Nou, die combi is nooit goed onderzocht. Maar om dat moment dat het virus zoveel voorkomt in de maatschappij, hebben we het gezegd, ja jongens, een kapje opdoen is ook niet schadelijk. Ja, sommige mensen zeggen, ja, het is schadelijk, want je stapelt daarmee koolzuurgas. En dat is slecht voor kinderen en dat is slecht. Ja, maar dat kapje is ook niet zo ondoorlaatbaar dat je dat dan weer hebt. Dus we zijn gewoon een afweging. We zijn niet gedisciplineerd genoeg in Nederland. En nou worden wij ook een beetje gegrepen, heb ik het idee, door de geloofwaardigheid van Diederik. Hè? Ja, dus dat moet je ook allemaal niet denken. Hè? Maar hoe moet ik dan wegen, want dit vind ik een logisch verhaal. Maar zo'n Jaap van Dissel, die blijft dan zeggen, kan allemaal zijn, ik had gewoon gelijk. Nee, maar dat hebben we vorige week al gezegd, ook in het gesprek met Robert Willems die we net zagen. Dat is het moeilijke, denk ik. Dat is ook het mediatijdperk, het social mediatijdperk, de honger van journalisten en de wil van mensen om zich te profileren. Ik vind, en voor mij is dat gewoon echt evident, als je in dat OMT zit en je praat met het kabinet en je neemt een besluit, moet je met één mond praten daarna en niet nog andere dingen gaan roepen, anders is het draagvlak echt gelijk verdwenen. Nou, Jaap van Dissel is echt expert, hè? Een infectioloog, die weet daar wat van. En medisch kan die dat verdedigen. Alleen zeg maar die mondkapjes, heeft niks met het medische, maar heeft ook iets te maken met gedrag. Ja. Hoe krijgen wij de mensen mee? Ja. Hoe krijg je dat is allemaal? En dat is ook het moeilijke, snap je? Want precies wat jij zegt, Jaap van Dissel moet bij het medische blijven, dat die medische mondmaskers iets doen. Ja. Maar nu kom je met gedragswetenschappers te maken en dat zou eigenlijk, dat OMT zou meer met andere specialisten aangevuld moeten worden. Ook economen? Ja. Ja, nee, maar wat Dingen heeft ook absoluut gelijk, dat heb ik ook gezegd. De economie is ongelooflijk belangrijk. En wij als dokter, ik heb makkelijk praten. Ik bedoel, ik heb een baan. Maar als je nu je geld verliest omdat je ZZP'er bent en er is geen werk. Ja, jongens, tuurlijk moeten we die afwegingen maken. Dus, maar die afwegingen moet je maken op het moment dat het weer kan. Dus eigenlijk moeten we nu, hè, nu loopt het op. Maar nu moeten we de gesprekken voeren. Als we straks kunnen versoepelen, wat doen we dan? Welk besluiten nemen we? En wie krijgt dan voorrang ten opzichte van een ander? Maar gaat dat nu gebeuren? Of blijven het, wat mensen vaak zeggen, de witte jassen die Rutte blijven adviseren in deze alleen maar? Nou ja, wij zijn achter de schermen echt wel bezig. Dat is aan het kabinet, hè. Bedoel, Rutte moet zelf beslissen met het kabinet naar wie ze luisteren. Maar wij proberen wel hun adviezen te geven dat ze ook veel meer naar anderen moeten luisteren. En of ze dat gaan doen, ja, dat is het kabinet. Maar dat is ook wel mooi met de oppositie, hè. De oppositie haalt natuurlijk ook hun informatie. En uiteindelijk is daar de Tweede Kamer voor, om daar met elkaar over te discussiëren. In de context van logica, kan jij ons nou ook in jouw woorden uitleggen hoe logisch het nou is dat je wel zij aan zij 10 uur naar Curaçao mag vliegen en niet op 1,5 meter afstand op een terras mag zitten in de buitenlucht? Ja, nee, dat is ook een hele goede vraag en dat maakt het zo moeilijk, snap je? En wat er ontstaat, dat zijn keuzes gemaakt en als je keuzes maakt, maar je kan het eigenlijk niet goed uitleggen, dan worden mensen eigenlijk een beetje de recitrant. Dan ga je zeggen, ja, maar dat klopt gewoon niet. En dat was natuurlijk in het begin ook. In het begin werd er ineens geroepen dat we met z'n allen het vliegtuig in mochten, want die circulatie gaat door een HEPA-filter, als ik het mag begrijpen. En die filters die halen virus er wel uit. Dus de lucht die recirculeert in een vliegtuig is echt wel vrij van virus. Dan de lucht in de echte buitenlucht? Nee, in de buitenlucht, op het moment dat ik praat in de buitenlucht of hoest, wordt die heel snel verdund, zeker als het waait. En daar hebben mensen ook gelijk in. Maar er zijn keuzes gemaakt. Er zijn keuzes gemaakt dat we met elkaar in een vliegtuig wilden zitten. Mm-hmm. En dat er zijn keuzes gemaakt dat je zegt, van luister, op terrassen buiten kon het, maar nu wordt het weer kouder. Je ziet dat er minder terrassen komen. En dan zien we dat als mensen dichter bij elkaar gaan zitten met een slokje op, dat dan die 1,5 meter minder goed gehouden wordt. Dus snap je? En dat is een keuze. Dat is echt een keuze. Dat,
Omdat ons gedrag, hè, precies wat jij daar straks zegt, de Nederlander heeft er wel last van om zich precies te houden aan gedrag. En als je dat artikel leest van afgelopen weekend, die Denen bijvoorbeeld, die kunnen dat veel beter. Maar ja, eigenlijk zit onze cultuur ons een beetje in de weg. Ja, de koning gaat zelf op vakantie, maar goed, er is al genoeg over gezegd. Ja. Maar, nee, maar ik was in Italië van de zomer. Daar is het natuurlijk lang goed geweest. Ik ging nu ook weer mis de laatste weken. Maar dat was heel gewoon om een mondkapje op te doen. Was het heel gewoon om een winkels en restaurants op een bepaalde manier te gedragen. Daar hebben wij echt meer moeite mee met elkaar. Hey, en dan moeten we natuurlijk ver weg blijven, althans wat mij betreft, van complottheorieën. Ja, ja, ja. Maar denk je nou ook niet, de neef van de Gijp zou zeggen, je bent toch wel met mij eens, dat er iets speelt vanuit de druk, vanuit vliegtuigindustrie, die zo groot is dat je een beslissing neemt die wij hier gewoon niet kunnen uitleggen. Nee, maar dat heeft niets met complottheorie te maken. Wat wel zo is, dat de ene branche een betere, sterkere lobby heeft, meer voeten in de politiek heeft. Lees eens pas een heel groot verhaal in Elsevier. Ik stem VVD, maar hoeveel VVD'ers na afloop van hun politieke carrière in de beveiligingsbranche gaan werken. We hebben altijd gezegd dat gebeurt alleen in Zuid-Europese landen, gebeurt ook in Nederland. Dat is gewoon zo. Ik geloof totaal niet in complottheorieën, wel dat die industrie machtig is en met benen in partijen staat, ja, en daar invloed heeft. Ja, zo gaat dat. Ja. Ik bedoel, iedereen mag geloven wat hij wil. Maar ik geloof dat je één keer op deze aardbodem bent, ga dan alsjeblieft genieten. En wij moeten omleren gaan met dit virus. En volgens mij is er geen, natuurlijk kunnen landen, natuurlijk kunnen we zeggen dat China het expres gedaan heeft. Het zou kunnen, misschien ben ik goed geloof, maar daar heb ik geen zin in om heel lang bij stil te staan. Ik heb meer zoiets van, jongens, wij wonen in Nederland, laten wij zorgen dat wij dat virus met elkaar onder controle krijgen. Laten wij zien hoe we zo snel mogelijk weer naar de Kuip kunnen en hoe we gewoon weer kunnen leven. Ja, al die mensen die ik bedoel dat de regels vervelend zijn en dat iemand dat moet besluiten. Hè, je moet je niet aan denken dat wat het kabinet moet doen nu, dat is echt vreselijk lastig. Maar dat er lobbyisten zijn en dat er bepaalde mensen proberen om wat voor hun goed te regelen. Maar dat hebben we altijd gehad. Dat was ook al voor de corona. Hè. Bedoel, de discussie over roken en dingen en alcohol. Daar zie je het inderdaad ook terug. De allerbelangrijkste vraag voor het laatst, hij zit al in het videootje. Mogen we nou met 200.000 man naar de Coolsingel in mei? Ja, ik denk van wel. Zeker als Feyenoord wint, dat gaan we helemaal. Al moeten we met HEPA-filters op. Maar als je nu ziet het voortschrijdend inzicht wat we de afgelopen 4 maanden, wat we nu al medisch gezien in het ziekenhuis anders doen. Ja. Je ziet nu wat er allemaal gebeurt. Je ziet nu met elkaar hoe we al... mensen die in bedrijven al anders denken en oplossingen. Ja, ik denk dat wij gewoon in de komende 6 maanden zo, dat zit in onze cultuur, in oplossingen denken. Daar komt misschien een vaccin, dat zal niet fantastisch zijn. Maar wij krijgen met elkaar dat virus onder de controle. En op het moment als het virus zo laag is in de bevolking, dan dooft het uit. Hè. Dat is bij MERS gezien, dat is vaker gezien. Op een gegeven moment heb je er gewoon geen last meer van. Aanstaande donderdag zit Jan Rotmans hier. Die komt samen met Evelien Ketelaars over een belangrijk deel over het onderwijs gaan. De theorie van Rotmans is, dit is nu een uitbraak van een virus. Maar in een land waar je 100 miljoen kippen houdt, 15 miljoen varkens en allemaal bovenop elkaar, gaat dit echt heel veel vaker gebeuren. Ja, maar dan is het toch ook mooi. Daar ben ik het met hem eens dat het risico is. Maar ik wil ook niet zeggen van jongens, luister eens even, we maken het nu 1 keer mee. En dus zien we het over in 2022 weer met een ander virus. Ja, dan hadden we het misschien ook meer gezien. Maar wie weet, ik kan ook niet in die bol kijken. Maar ik ben 2 jaar geleden in Taiwan geweest. Daar hadden ze MERS gehad en ook corona gehad en andere. Maar daar zie je al hoe zij anders daarmee handelden. Iedereen had daar een mondkapje op. Je werd getemperatuurd op het moment dat je binnenkomt. Maar zij hebben nu geen COVID-19 of nagenoeg niks. Dat is toch hoe je ermee hebt leren omgaan. Ja, ik denk... We hebben allemaal iets gevonden van die belachelijke Aziaten met die kapjes op. Ja, niet zozeer, beledigen absoluut niet de Aziaten, maar dat ze allemaal met een mondkapje opliepen, omdat ze als ze verkouden waren. Mm-hmm. Ja, misschien gaan wij dat ook doen. Misschien is dat onze verandering, hoe we daarmee om leren gaan. Ja.
Zijn we nog iets vergeten te vragen? Waarvan jij zegt, dat moet echt wel gezegd worden. Niet dat ik weet. Heb je nog een boodschap of een vraag voor Jan Rotmans, die hier donderdag zit? Ja, kijk, wat ik heel graag wil, is, ik vind het heel goed als mensen zeggen, nou, dit hebben we allemaal met elkaar bereikt of verkeerd gedaan. Maar kom dan, ik hoor dan ook graag wat zijn oplossing is, snap je? Ik hou altijd wel van, ja. Oké, maar wat moeten we dan gaan veranderen? Ja. Moeten we dan allemaal vegetariër worden? Ik vind het allemaal prima. Nou ja, als dat we dat zou... met elkaar willen, dan moeten we dan met elkaar ook die keuze gaan maken. Maar dat hoor ik graag van. Ja, dat is wel de les van mij van dit. We zullen toch ons gedrag moeten aanpassen met elkaar. Het kan niet anders. Ja, en dat gaat pijn doen, want dan moet je minder vliegen, minder vlees eten. Ja, ja. Ja, maar zou je dat niet gaan doen? Ik heb, hè, als professor mocht ik onderwijs geven, dan vlieg ik af en toe met een praatje, ben ik dan helemaal naar Azië gevlogen en dan gaf ik daar een praatje en dan mocht ik daar nog een dagje blijven en dan vloog ik weer terug. Ja, ik ga dat niet meer doen. Nee. Als ik nu geleerd heb met Teams en Zoom en al die dingen, het gaat eigenlijk, we hebben dat zo mooi gedaan. Ik heb ook ineens veel meer tijd. Hè, je hoeft veel minder te reizen. Dus de dingen die ik kan veranderen, die ga ik wel veranderen. Ja. En toch hoop ik wel dat ik nog zoveel lol heb. Ik hoop nog wel dat ik mag hockeyen. En ik hoop ook wel weer dat ik naar de Kuip... Leonidas was toch hockey of niet? Hè? Leonidas? Nee. In Eolus. Nee, in Alblasserdam. Alblasserdam. Ja, ik weet het weer. Ja, ik dacht, Soeburg heet dat. Ja, Soeburg. Er zijn heel veel vragen geweest op allerlei social media. Daar wil ik je hartelijk voor danken. Ik moet ook mijn excuses aanbieden dat we niet aan al die vragen zijn toegekomen. Maar we hebben wel een aardig inkijkje gekregen. En daar dank ik je weer heel hartelijk voor. Jou graag gedaan. Maar vooral jou natuurlijk, want zonder jou is het helemaal niks. Je bent een fantastisch publiek. Aanstaande donderdag zijn we terug live om 12 uur met de lunchbreak. Daar Evelien Ketelaar en hier Jan Rotmans. Tot dan. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade, VLS, Citybril, Citylens en Jax.nl.